Kevin Otto van Westfall hier. Leuk te kijken naar een aflevering van Ark Survival Evolved. We zijn terug in onze Ark-wereld en we gaan natuurlijk eerst checken naar misschien wat nieuwe Rex-eieren. Nope. Oké. Okay. Oké, ik zie geen eieren. Zie ik wat eieren bij de andere Dido's, de Tylos misschien? Nee, de Dodo's. Oh, ik zie één Dodo-ei. Ja. Yep. En geef mij dat doorwaai. Kom. Ja, dank u. Jullie geen eieren gelegd? Nee. Vier dodo's. Had ik vier? Ik dacht dat ik vijf dodo's had. Maar ja, blijkbaar niet. Dus welkom terug in Ark. Wat gaan we doen? Hoe zit het met jullie eten? Dat ziet er nou aardig goed uit. Oeh, hier zit geen vlees in. Ook geen bessen. Heb jij besjes? Ja, besjes. Oké, ik wil al die besjes meenemen. Want de dieren hier moeten eten. Oké. Dank u. Dank u, meneer Trike. Oké, ik dacht dat het Trike was. Nee. Hier is Mr. Trikey McTrike Trike. Nee, sorry. Mr. Trikey McTrikey Trike. Ja, geweldige naam van Trike. Dan gaan we alle besjes hierin gooien. Niet ziet. De besjes. Oké, rotten meat. Oké. Nou, dan gaan we eerst even naar onze wolf. Want ik ben even vergeten uit te leggen wat we vandaag gaan doen. Nou, wat gaan we doen vandaag? Ik kan niet meer wolf, want de wolf is veel te zwaar voor de wolf. Wij gaan vandaag beginnen met het uitbreiden van ons huis. Slash het maken van een greenhouse. We hebben de laatste paar afleveringen hebben heel wat gedaan. Maar weinig dat we echt moesten doen. Oké, jij gaat naar melee damage. Oké, we gaan eerst een beetje jagen. Met de T-Rex, want we hebben vlees nodig voor onze dino's. Dus alles wat we hier op het strand tegenkomen gaat dood. Dus dat is de Turdon. En twee turtles. Gaat ook dood. Kijk, die is dood. Nice. Hallo meneer de turtle. Of vrouw de turtle. Holy fuck, en hij is dood. Oké, dan gaan we hier nog ergens in. Hij zit vast in een boom, hij maakt geen schijn van kans. Hij maakt er een schijn van kans tegen mijn T-Rex. Dus we gaan beginnen met het maken van de greenhouse. Maar we gaan ook beginnen met het uitbreiden van mijn huis. En voornamelijk de kwetselplatforms. Wat voor level ben jij, Pronto? Jij bent een level 27. Holy crap. Jou wil ik nog niet doden. Nee. Als je level 3 was, of onder de 10 had ik je gedood. Maar dat ben je niet dus. Hey, nog een turtle, oftewel een schildpad. En nog meer vlees. Kijk, dit is echt zo leuk, hè, zo. Ah, dikke sprul. Geweldig. Oké, laten we kijken of hier een nieuw krokodil gespawnd is. Dus het ziet er niet naar uit, eerlijk gezegd. Hoeveel vlees heb je bij je? Is het alles? Oh, nou, nog een paar meer dino's. Die moeten we even killen. En dan hebben we genoeg vlees. Onze haai is achter ook ergens. Dus moet je pad naar boven. Je ziet er wel veilig uit. Geen alfa's. Nee, de alfa's gaan op dit moment voor respawnen. Aangezien we de vorige aflevering alle alfa's hebben gekillt. Die we echt konden vinden. Betekent dat dus dat we waarschijnlijk nieuwe alfa's gaan spawnen. En die kunnen dus overal spawnen. Hier kunnen ze spawnen, maar ook op gewoon andere plekken. Dus, ja. Oh, kijk, allemaal trikes. Trikes. Trike, meer vlees. En hier nog een andere trike. Die boos is op ons waarschijnlijk. En nog niet meer, want hij is dood. Hij is schildpad. Dag, schildpad. Oké, de schildpad is ook dood. Oh, een parasol, hè? Dag, parasol. Oké, volgens mij hebben we nou genoeg gehad. Oké, kom op. Kom op, we gaan weer richting huis. Hoe kan zo'n grote T-Rex vastkomen zitten achter één klein palmboompje? Ik wil echt iets heel raars. Deze kant ziet ook veilig uit. Nou,
Dat is natuurlijk heel erg mooi. Je hebt ook een level up. Je doet maar in melee damage, 172%. En dan een beest van een T-Rex dit. Oké. En we gaan eerst eens de voerbak vullen. Hop, oké. Ik wil een heleboel meat van jou. Even kijken, dit is allemaal meat dat ik wil hebben. Ik heb nou ook raw meat, of spoiled meat, maar ik moet niet zoveel. Kijk dan, meer dan 500 meat heb ik nou bij me. Nice. Hop. Eigenlijk hier mag wat meat in. Dus alle dino's hier tenminste ook wat eten hebben. Zo. Ja, we zitten. Ja, jullie zitten ook bij de voederbak. Heel fijn, allemaal. Wacht erdoor. Dank u. Dan hebben we er nog eentje en die zit hier. Hoe zit hier? Ah, hier dan nog een heleboel meat. Ah, hier wat meer. Mijn oude spoiled meat zien. Terwijl het 11 spoiled meat in één feeling valt. Nou, we hebben de dagelijkse dingen gedaan. We hebben onze dieren eten gegeven, zodat ze niet doodgaan. Jij dan? Oh, jij hebt ook een feeling valt. Maar welke dan? Ik denk die andere. Je gaat er niet dood aan de honger, of wel? Nee. Je hebt wel een level up, dat zijn een heleboel. We gaan stoppen in movement speed. Jij wordt de snelste Listerosaurus die er is. Oh my god, bijna 500%. Hij is een 79 Listerosaurus. Jij bent een beest, man. Jij bent echt een beest. Niet 79. Oké, nou, wat wij gaan doen is wij gaan eerst even kijken naar het plekje waar onze greenhouse komt te staan. Voor degenen die weten wat is een greenhouse. Dat is een plek, een glazen huis, eigenlijk als het ware, waar je alle groente en fruit in teelt. Oké, hoeveel muren heb ik nodig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en een deur. Ik weet niet of ik er genoeg van heb, eerlijk gezegd. Er genoeg crystals heb, bedoel ik. Het zou kunnen zijn dat we een nieuw crystals moeten halen. Ik heb 2 crystals gevuld met crystals. Dus kijk, dit is alle crystals die ik heb. Dus waarschijnlijk heb ik daar niet genoeg aan. Structures, greenhouse. Wat heb ik nodig? Een boel cementing paste. Nou, volgens mij hebben wij een kist vol cementing paste. Ja, we hebben aardig wat cementing paste, zou ik eerlijk zo zeggen. We hebben aardig veel cementing paste. Dus in principe moeten we binnenkort wat nieuwe halen, maar dat is niet zo makkelijk. Is niet zo moeilijk. Makkelijk is niet zo moeilijk, dat wou ik zeggen. Cementing paste. Dat is een ei. Die hoeft er niet in. Oké. Structures, greenhouse. Hoeveel walls kunnen we maken? 15. Oké, wij komen wat tekort. Ja. En dat vind ik jammer. Want ik had eigenlijk gehoopt dat we genoeg zouden hebben. Maar dat hebben we dus niet. Ja. Dat betekent dus dat wij terug moeten gaan naar de grote berg, vulkaanachtige berg. En dat wij een heleboel meer crystals moeten halen. Waarom? Wij moeten nog een doorframe en een deur. En de ceiling, oftewel het dak van het hele ding. Ongeveer 60. Oh, ik kan jullie wel dragen. Jij mag weg. Jij hoef ik niet. Oké, laten we dan alvast eventjes die muren er neer gaan zetten. Ja. En ik weet niet of we genoeg hebben. Ik had het geteld, maar toen ik ze begon te maken, was ik al vergeten. Hoeveel ik te nodig had. Dus. Laten we gewoon beginnen. We hebben er dan nog 9. Dit halen we dus niet. En zo. Oh, dat was precies genoeg. Oké. Nice. Dan gaan we hier nog een plafond maken van glas. En dan hier de deur. Wat ik het enige minder is aan dat greenhouse walls 100% of 100 health hebben. Gaan we volgens naar een stenen muur. Dan heeft die 10.000 health. Dus als hier iets in de boel aanvalt, dan is de kans groot dat het kapot gaat. Daarom heb ik het tussen deze rots gezet en de boom. Die ga ik dus nooit kapot maken, want anders respawnt hij dus niet. En ons huis. Dat betekent dat hij eigenlijk goed verborgen zit. En eigenlijk ook niks. Als iets in gevecht raakt. Dat de greenhouse er niet tussen komt zitten. Dat is altijd heel fijn. Dan gaan we even naar onze kwetsels.
onze kwetsels. De Flying Dutchman. Kom maar op, oké. Dan gaan we naar onze andere kwetsel hier. Jij mag mee. Wij gaan naar de vulkaan. Ik heb het al, voordat ik de aflevering opnieuw had ik dit ook al gedaan. Had ik hier ook al, crystals gehaald. En nu moet ik alles opnieuw doen. Oké, wat vinden we hier beneden allemaal? Een parasol die aan het glitchen is. Ja, ik moet, af en toe moet ik even stoppen, want deze quest is veel sneller dan die quest. Oké, ik hou de boeien goed in de gaten. De reden is, als hij in een alpha zit, dan weet ik het gauw genoeg. Maar het is vaak een plek waar ik ga jagen, of verleerd en zo. Dan wil ik natuurlijk wel weten dat hij hier veilig is. En er geen alpha rondop of een giga, dat is eigenlijk hetzelfde is. Dat betekent ook instant death voor mij, terwijl daar ga ik meteen aan dood. En het ziet hier nog aardig veilig uit. Ja. Wel een kano, maar geen alpha zo te zien. Nou, dit was zo'n mooie rustige plek dit, hè. Zo aan het water daar. Daar spawnen wel een Spinos en af en toe een kano. En natuurlijk raptors. Maar op zich is het een fijne plek dit stukje. Dit dal. Ja. In het water. Kijk, er zitten hier bevers. Dat is ook heel mooi om hier te wonen natuurlijk. En als je een stukje verder gaat richting het strand, dan is daar de Alpha T-Rex. Ja. Op het moment dat ik de aflevering opneem, is de aflevering de Alpha T-Rex is net online gekomen. Dus ik weet niet wat jullie ervan vonden. En wat jullie vinden dat ik met de Journeyman Crossbow moet doen. Maar waarschijnlijk ga ik die gewoon weggooien. Ja. Ik drop hem gewoon ergens midden in de oceaan en daar blijft het dan bij. Ik denk dat ik dat zo ga doen. Waarom? Omdat eigenlijk ik hem niet verdien om te hebben. In God Mode heb ik een Alpha T-Rex gekillt. Dus ik hoef hem niet te krijgen. Nee. Dus ik gooi hem gewoon weg. Dat is degene die ik niet krijg. De Journeyman is gewoon wat ik niet krijg. De Trike Bone Helmet Skin had ik ter plekke al weggegooid. Dat was eigenlijk het enige ding wat ik nog overhield. Ja, en kom op, Quetzal. Ik ben een beetje langzaam. Daarachter was dat met de Alpha T-Rex. Dat plekje waar we net waren bij de bevers. Ik wil... Ik zit vast. Oh, nou niet meer. Oké. Okay. Dan wil ik eventueel op die plek wil ik een outpost maken. Oftewel een tweede base. Ja, natuurlijk die andere base, onze eerste base. Maar dan kan we die natuurlijk niet meer terugkomen. Hij staat er nog wel. In onze oude ruïne van een huis. Zoals ik zeg, hij staat er nog wel, maar wij komen daar nooit meer terug. Nee, waarom wil ik daar een basis maken? Omdat er eigenlijk daar dichter zitten bij de... bij Cementic Paste en bij de berg. Ja, dus ik wil daar eventueel een paste maken. Nee, niet trouwens. Ik wil een boomhut maken in de Redwood Forest. Dat is wat ik eigenlijk bedoel. Oké. We gaan even landen hier. Nou, we stoppen al. Die hebben hier lekker vliegen. Ik heb mijn kwetsel hier niet, hè? En laten we hopen dat de kwetsels zijn gerespawned. Maar het ziet er eerlijk gezegd niet naar uit. Deze gang wordt eigenlijk vol te staan met crystals. En... Nope, ze zijn niet gerespawned. Shit. Oké, we gaan naar een andere berg dan. Oké, en... Volg. Ik ken hem niet, oké. Volg mij, we gaan naar een andere berg. Een bitch volgt ons. Ik vind het altijd nog een geweldige naam, hè. Die kwetsel bitch noemen. Ik was ook een bitch, want ze wou steeds niet naar beneden vallen. En ze vloog heel te veel weg. Dus daarom hadden we haar bitch genoemd. We gaan naar die berg. En als daar niks zit, dan gaan we naar die berg. En anders gaan we naar sneeuwgebied, van zijn ook crystals. Ja, ik weet niet waarom daar gerespawned is. Waarom niet gerespawned is, dat weet ik eigenlijk dus niet. Dit is een single player server, maar je moet de boel gewoon respawnen. En als dat niet het geval is, dan... Zou ik dat heel erg jammer vinden. Wordt even wachten. De kwetsel. Moet je kijken hoe langzaam die kwetsel is vergeleken met de Flying Dutchman, waar ik nu op zit. Die is gewoon zo en zo erg snel. Ja. Oké, daar is die. Oeh, het is mist. Gelukkig heb ik fur armor aan, anders was ik nou wel bevroren.
Ik weet dat hier wat crystals zijn, maar niet heel veel crystals. Ik ga de gamma even naar de resetten. Zodat ik iets beter zien als een alpha is. Oké. Okay. Nou, Pike is by the way ook nog kapot, dus. Die heb ik gewoon niet gerepareerd. Kijk, hier is metal. Ja. Yeah. Als het goed is, moet hier ook wat ergens wat crystals zitten. Ja, hier zie ik wat crystals. Een paar, niet zoveel. Oké, jij volgt de Flying Dutchman, dat is heel mooi. Dan ga ik even deze crystals pakken. Oké, ik heb dust. Dat is 92 crystal erbij. Nice. Ja. Hier zijn de crystals. En de steen mag weg. Heel veel niet. Oké. Zijn hier nog ergens. Zo, ik moet even mijn muis goed zetten. Zijn hier nog ergens nog meer crystals? Hier misschien? Nee, ik zie wel metal. Zie die bovenop. Het is wel een blue drop, maar daar ben ik niet zo heel erg in geïnteresseerd. Man, ik zag de binnenkant van mijn kwetsen. Nou, dat is ook fijn. Ja, hier zijn een paar. Oh, dat is een scorpion. Twee scorpions. Hoi, hoi. Wil jij even weggaan hier? Drop. Oké, okay, die is weg. Oeh, er zijn er best wel veel kwetsen. Of, dinges. Kun je hier opkomen? Waarschijnlijk niet. Dat is heel mooi voor jou. Een torkje met mijn pickaxe. Haha, je kunt er niet op komen, hè? Ja, heel leuk voor jou. Oké, okay, ga maar weg. Oké, okay, en crystals, 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 crystals. Hop. Oké, okay, er nog één. Waar ben je nu? Oh, ik kan hier toch niet omhoog. Ah, ik kan hier toch niet omhoog. Ik zag hier nou echt wat meer crystals. Waar waren die nou? Nee. Ik dacht dat ik net een heleboel hier op de berg zag staan. Zijn die aan deze kant of zo? Kan ik afspringen? Kan ik afspringen? Oké. Niet een lichtje. Oh jee. Yeah. Oké. Okay. Ik dacht al, ik zag toch echt wat meer crystals. Ik moet kijken wat voor crystals hier zitten. Oké, okay, ik moet even de stenen droppen. Want waarschijnlijk heb ik veel stenen. Oké, okay, ik kan al steeds bewegen. Kan ik deze heuvel opkomen? Ja, oké, okay, ik moet even naar de kwetsel. Kwetsels, ik heb nog meer crystals voor jullie. Oh, jij. Bitch. Bitch, meer crystals. Oké, okay, hop. Hoppa, mooi. Dan moet ik weer helemaal omlopen. Voor de laatste crystals. Hallo, hallo, kan ik naar boven? Ja. En dan nog een paar crystals. Zal ik hier genoeg aan hebben? Ik weet het eigenlijk niet. Het waren volgens mij de laatste crystals hier. Kom, wacht, kan ik naar boven? Ja. Bitch. Dat is de Flying Dutchman, die hoef ik niet. Ik wil bitch. Zo, oké. Okay. Zou dat genoeg zijn, is de vraag. Ik denk het wel, ik denk het wel. Oké, okay, zijn er hier niet echt meer crystals? Nee, oké, okay, wij vliegen weer terug. Naar de andere kant op, want... Ik moet naar de kant van de vulkaan, als deze kant. Dus we gaan weer richting huis. Ik denk dat ik genoeg crystals heb. Denk ik. Ik heb geen idee waarom ik eigenlijk die andere kwetsel mee heb laten komen. Ah, waarschijnlijk was dat wel nodig, want als kwam ik nou met deze kwetsel bijna niet vooruit. Dus ja. Kookkwetsel, volg mij. Goed zo, kom op. Kom op. We gaan weer richting huis. Ga ik de goede kant op? Ja, ik ga de goede kant op. Heel en heel erg mooi. Dus wij gaan eventjes
als we thuis komen, ga kijken of we genoeg crystals hebben. Dat hoop ik wel. Want de deur hoeft in principe niet in. Dat is geen punt. Als wij niet genoeg crystals hebben voor de deur. En het deurframe, dan maakt het alsnog niet zoveel uit. Dan werkt het alsnog wel. Dus dat is dus niet zo erg. Ja. Dus ik ga het in ieder geval afkrijgen. Dan wou ik ook vandaag natuurlijk beginnen met de aanbouw. Wat ik wil doen is, ik wou de ene kant van mijn huis wel een groot platform bij aanbouwen waar kwetsels op komt staan. Met, eigenlijk met pilaren eronder. Maar dat ga ik allemaal offscreen doen. Denk ik. Wat ik dus af ging doen, maar omdat ik crystals moeten halen, ging dat lastiger. Misschien ga ik het ook in de volgende aflevering doen. Ik denk dat we de volgende aflevering gaan doen. Dat we naar dat platform gaan maken. Het enige wat we nodig hebben is een heleboel hout. Dus het is op zich niet zo lastig. Nee, valt wel mee. Dat gaan we nou in ieder geval doen. Ja, we gaan een plekje hebben waar we gewoon bijvoorbeeld 6 kwetsels neer kunnen zetten. Nu heb ik wel een paar plekjes, maar ik wil gewoon de kwetsels neer kunnen zetten en dat ze dan eieren droppen en dat ik dan die kan gebruiken in de toekomst voor dat ik kan gebruiken voor giga kibbel. Voor giga's, dat zijn hele grote roofdieren. Het is veilig hier. Geen alfa's. Daar is orde alfa gespawnd. Daar achter die rotsen. Jij werd toen ook gedood. Of tenminste met Archie had hem toch gedood. Kom op, kwetsel. We zijn bijna thuis. We zijn er bijna. Deze plek is toch gewoon veel beter dan tevoren. Je bent gewoon overal veel dichterbij. Ja, alleen ik kan nog niet zo echt doorvliegen. Want die kwetsel is gewoon veel te traag. Waarschijnlijk moet ik het zadel omwisselen. Dan heb ik de trage kwetsel vliegen en de snelle kwetsel achter mij aan. Misschien is dat een betere keuze. Kijk hoe traag die is. Elke keer moet je wachten. En dat vind ik jammer. Dat vind ik echt ontzettend en ontzettend jammer. Oké, we zijn er. We zijn bij de inlet. Oeh, een nieuwe Sarko. Ben jij een mannetje of een vrouwtje? Dat kan ik waarschijnlijk niet zien. Dan zijn ik te ver of niet. Jij bent een female. 44. Heb ik een female nodig of een male? Maar ik wil in ieder geval van elke dino eigenlijk 2 hebben. Okay, jij wil die kwetsen maar volgen. Ben jij een female of ben jij een male? Female. Nee, ik heb een male nodig. Oftewel, ik heb een mannetje nodig. Flying Dutchman, ik wil even afstappen bij jou. En ik wil even de crystals halen van deze. Oké. Move speed mag je omhoog. Dan maak ik het zwaar. Dit niet. Hallo, kan ik het uit? Ja, dank u. Ah, oké. Kijk hoe zwaar ik ben. Ik kan er niet bij rennen. Oké, we gooien die allemaal in. Hup. En crystals, crystals, crystals. Heel erg mooi. Dan moet ik het opnieuw doen. Eerst de Flying Dutchman. Nee, dan eerst afstappen. Kijk eens aan. Hup. Hup. Kan ik niet lopen of zit ik niet vast? Oh, ik kan nog lopen. Nice. Ik ben zo traag. Onze kat hier, level 16. Ik haat kat. Hij is alsof een zebra kat. Moet je kijken, die paarse strepen. Wat ontzettend raar. Je bent een rare kat. Ja, je bent een rare. Met groene ogen. Kijk dan. Je hebt gewoon bruine ogen. Jouw ogen passen bij je vacht. Maar de kat taal niet. Ja, kat, ik hoor je wel. Ik hoor je wel. Ik ben zo traag. Zo langzaam. Zo langzaam. Ja, we zijn er. Oké. Geef die maar hier, hier en hier. Oké. Structures. Oké. Of kunnen we hier even van maken? 8. Hoeveel heb ik er nodig? Voor mij 9. Of niet, hoeveel heb ik nodig? Ik heb nodig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, we hebben niet genoeg dus. Het was iets meer dan de helft. Of iets meer dan de helft, ja, volgens mij. Dus, structures, greenhouse. Maak me zoveel als je kan. Wat kom ik eigenlijk tekort? Wat zijn crystals of niet? Hoeveel metal heb ik? Nou, gewoon crystals, dat klopt. Ik kom gewoon crystals tekort.
Hebben we nou eens anders crystals in zitten? Hier misschien? Hey, hier zitten nog crystals in. Oh my god, ik was zo'n idioot, hè. Ik ben toch zo'n idioot. Nee, dat is saddles, hoef ik niet. Hoeveel kan ik er nou meer bij maken? 4. Komt die 1 scot? 1, volgens mij. Of niet? Nee, wat meer. Nou, oké. Dan hebben we in ieder geval een half, of laat ik zeggen, een driekwart greenhouse. Beter dan geen greenhouse, dus ja. Nou, dan gaan wij, daarna gaan we wat large crop plots maken. Die gaan we dan inzetten. Dan halen we de fertilizer van de dung beetles, geven de dung beetles nieuwe poep. En dan denk ik dat het einde zijn van deze aflevering. Hey, ik heb hier nog een nieuwe. Waar is die andere weggebleven? Hier. Ik repareer jou wel. Zo, jij mag gerepareerd worden. Okay, let's go, let's go. Nu moet ik wel oppassen dat ik de plafonds niet verkeerd plaats. Dat gebeurt ook mij nog wel eens, dus. Inventory. Ik heb ze er niet uitgehaald. Oh, het gaat ook altijd mis, hè. Het gaat ook altijd mis. Ik heb ook altijd pech. Hier zit hij. Oké. Die dingen zijn niet zo zwaar. Gelukkig. Zo, we in de achteruitgang eventjes. Zo. Oké, we gaan deze kant beginnen omdat de deur aan de andere kant zit. Ik weet het, ik kan hem hoger maken. Maar dat doe ik niet, want ik kost me veel te veel crystals. En dan moet ik nog een paar keer heen en weer vliegen tussen alle bergen in Ark. Dus dat hoef ik ook weer niet. Oh, ik dacht even dat die verkeerd was, maar gelukkig niet. Dan hebben we nog 3 oven. Dan komen er dus nog 3 tekort. Nee, goed zo. Oké. Perfect. Oké, dat is part 1. Oftewel onderdeel 1. Ja. Deze rots moet weg. Want ik heb die rots begonnen. Dag, rots. Je moet weg, helaas. Goed zo. Maar ik had steen nodig. En heb ik de verkeerde. Oké. Ik heb nodig. Stone. Irrigation. Heb ik dat allemaal al geleerd? Oh ja, dat heb ik allemaal al geleerd. Oké. Dan heb ik wel nodig een. Een upwards. Oké. Irrigation. Heb ik een vertical? Die heb ik nodig. Ja, die heb ik nodig. En die heb ik nodig. Stone irrigation pipe. En ik heb geen idee wat hij doet. Stone pipe for irrigation. Use transporting water up and down hills. Oh, maar die heb ik niet nodig. Oké. Okay. Wat heb ik eerst nodig? Ik heb die nodig. Ik kom stone te kat. Natuurlijk kom ik stone te kat. Ik kom altijd steen te kat. Alleen meestal is het altijd fiber, maar. Oké, ik heb steen nodig. Ga even lekker rondrennen. Ga even allemaal steen oppakken. Allemaal steen. Dank u voor al deze steen. We kijken of steen op de grond ligt. Hier nog wat? Heb jij steen? Je bent een schelp. Die schelpen moeten ze verwijderen uit de ark. Want dat is gewoon soms zo irritant. Kijk, al die stenen hier. Oh, nice. Je zoekt gewoon stenen. Ik hoef niet een steen om te hakken, want ze liggen gewoon op de grond. Oké, nou hebben we nog genoeg stenen. Of hebben we? 271. Dan hebben we eerst die nodig. Of niet? Ja. Dan heb ik die nodig. Laten we daar eens mee gaan beginnen. En die. Oké. Kom, ik heb alleen maar rennen omdat ik al die stenen nog bij me heb. Want waarom maak ik dit? Dit is nodig omdat je planten hebben water nodig. En je kunt hiermee kunnen water daar naartoe halen. Dus, oké, ik wil hem in het midden houden. Dus even kijken, dit is het midden. Zo. Ja, dan lopen wij. Even kijken, dus zo. Oké, hey, dat is nog een krokodil. De vette. Oké, zo. En dan gaan we naar nummer 6. Zo. En die plaatsen bij. Hier in het water.
Waren dat twee krokodillen? Eén. Bijna zit dat in een vrouwtje. Ja, 44. Misschien heb ik je wel, misschien niet. Oké, zo. Dan ben jij, denk ik, de goede hoogte. Denk het wel. Oké. Tenminste, ik hoop het. Dan wil ik rechte pijp 1, 2, 3, 4. Zal wel genoeg zijn, denk ik. Oké, 1, 2, 3, 4, nog meer. Nog één. Hopelijk lukt dit. Want ik ben bang dat ik... Oké. Is het hoog genoeg? Waarschijnlijk komt hij er net in. Waarschijnlijk komt hij er net in. Waarschijnlijk. Dat weet ik niet zeker. Ja, ja. Klopt wel, klopt wel, klopt wel. Dat klopt wel. Oké. Dan. Moet ik nog eentje erbij hebben. Eén normale lengte volgens mij. Dan zitten we naar binnen. En dan moet ik wat andere hebben. 6. Oké, okay, perfect. Kijk, het was het raam in. Dat maakt niet uit. Dat is gewoon, dat moet gewoon. Zo. Oké. Okay. Dan hebben wij 1, 2, 3, 4, 5, 6 van deze nodig. 6, oké. Okay. Dan doen we hierin. Dan doen wij hierin. Doen we hierin. Ja, die komen er wel aan alle kanten uit, maar dat boeit me eigenlijk helemaal niks. Hierin. Hierin. En hierin. Dan maak ik nog eentje bij. Hierin. Dit is lelijk. Steek de buis uit, maar. Er zit me eigenlijk niet veel. Dan heb ik nodig 1, 2, 3, 4, 5 van... Waar is dat ding? Die, daar heb ik voet voor nodig. Are you kidding me? Heb ik een serieus hout voor nodig? Heb ik helemaal niet kunnen brennen voor hout. Echt waar, oké. Okay. Hoeveel heb ik nodig? 3, 4, 5 uit mijn hoofd. 1, 2, 3, 4, 5. Hopelijk is het genoeg. Maar dit zijn de dingen die het water uit de buizen laten stromen. En dan in het, of op de krop plat laten vallen. Ja, ik weet het. Ik heb de buizen niet heel mooi aangelegd. Want jij bent geen Dialo. Wat voor level ben jij? 18. Nee. Weet je wat? Dat was niet mijn crossbow. Dit is mijn crossbow. Oeh, oké. Okay. Heb ik besjes bij me? Voor mij heb ik net wat besjes opgepakt, dus heb je geluk. Hier. Kijk, hier, alsjeblieft. Besjes. Je zet maar mooi, daar ben ik van mijn parasol. In een dialogue pen. Mooi het ook is. Oké. Okay, de buizen zitten niet echt heel mooi, maar dat zoals ik al zei, interesseert me eigenlijk niks, zolang... De kropplots maar werken, want ark en bouwen zijn niet de beste dingen. Okay, ik denk dat... Even kijken. Ik moet hierheen. Ja. Dan wil ik daarin. Ja, hier komt een kropplot en hier komt een kropplot. Dan wil ik hier ook in. Daar komt een kropplot en daar komt een kropplot. En dan wou ik hier ook een kropplot, maar dan zit dit ding in het weg in het midden. Oh nee, dit kan wel. Zo, oké. Okay. Perfect, perfect, perfect. Ik moet zelf ook even drinken. Maar dat kan je heel mooi doen bij deze dingen. Dus eer drink waar, hè. Water. En dan weer, wat we ook kunnen doen is, we kunnen... Oh, kan ik niet? Ik dacht dat ik hier dingen in kon vullen, of niet? Wat?
Ja, ik drink niet heel veel water, maar ik dacht dat ik... dat ik hier ook dingen in kon stoppen. Nou, blijkbaar niet dus. Oké. Nou, dan gaan wij leren... Large. Krop. Dat is elevator platform. Ik leer iets wat ik niet nodig heb. Are you freaking kidding me? Oké, wat heb ik nodig? Iets in de parasol. Nou, mooi. Hoeft niet heel veel, maar... Steen, fiber, thatch en wood. Oké. Ik ga even vier... of vijf zelfs. Vijf last crop plots maken. En wanneer ik vijf heb, dan kom ik bij jullie terug. En daar is de laatste crop plot. En als het goed is, moet ik er dan, ja, vijf hebben. Dus ik kan de hout en de tert en alles kan weg, want dat heb ik niet meer nodig. Zo. We lopen even terug richting mijn huid. Wat voor level ben je eigenlijk? Vijf. Jou hoef ik niet. Jou hoef ik helemaal niet te hebben. Nee. Kijk, als we parasol. Je bent level 26 geworden. Jij mag gewoon hier blijven. Jij mag daar blijven, bij de Dilo. Als je een Dilo wil zijn, dan mag dat. Oké, wij gaan even wat crop plots maken. Of neerzetten. Oké, jij komt mooi... Even wachten. Hier staan. Oké. Jij bent irrigated 0600. Ah, nu wel. Oké. Dan jij komt ietsjes verder aan deze kant. Zo, dan zal ik hier in de hoek ook naar bij kan. Ook irrigated. Even wachten. En hop, irrigated. Greenhouse effect 300%. Dat is wat ik namelijk al zie. En dat is natuurlijk mijn probleem. Hoe krijg ik die hier? Ja. Yeah. Dat is een beetje mijn probleem, denk ik. Oh, hij past er sowieso nog niet. Ah, shit. Hier. Oké, dus ik moet hier die andere twee hier plaatsen. Ah, crap. Oké, jij komt gewoon. Nee, wacht. Ik wacht er nog even mee. Want ik ga eerst twee van die dingen maken. Maar ik heb daar stone en wood voor nodig. Nou, steen is niet zo makkelijk. Is niet zo moeilijk. Is gewoon zo. Steen. Kijk, hier steen. Hier wat steen. Hier wat steen. Hop. Steen binnen. Dan hout. Hebben we ook. En hebben we er twee voor nodig. 1, 2. Perfect. En... Hup, hierin. Oké. Dus in die hoek, dat past het dus niet. Ik dacht dat het wel past. Dat één zo'n... één zo'n ding op in... één zo'n large crop op in foundation kon staan. Blijkbaar niet. Dus ja, ik heb geen idee hoe. Ik heb geen idee waarom. 7. Oké, laat eens kijken. Niet ergens. Oké, zit je maar hier, ja. Oké, dan 6. Dan moet jij hier dus onder komen. En dan lukt je wel of niet. En wacht even. Je bent irrigated, dus dat is mooi. En dan jij ook als dat kan. Zou dat kunnen? Oké, jij was irrigated. Ja, en jij ook. Perfect, of niet? Ja, perfect. Oké, okay. Heb je ook 300%? 0%. Jij hebt 300% en jij hebt 0. Waarom heb jij 0? Waarom hebben al die anderen 300%? En waarom heb je hier... Jij hebt ook 300%. Ja, waarom heb jij 0? Wat? Alleen omdat jij... Hier iets dichterbij staat of zo? Ik heb geen idee. I don't know. Wat we nu gaan doen is, we gaan onze trike. Want het heeft een heleboel zaadjes bij zich, denk ik, of niet? Ja. Stimbers heb ik niet nodig. Maar is niet nodig. Azul ook niet. Dan hebben wij, wil ik, 1 rock carrot. Dan wil ik 1 citronel. En dan wil ik 1 severroot. Dan wil ik, dat zijn dus 3. Ja. En dan wil ik narco. Heb je ook narco besjes? Dat is azul. Ja. Oké. Kom je even hier.
Azul seed. Longgrass seed. Measureberry seed. Heb jij Mejo? Of heb jij hoe heet die nou? Oh ja, Nar. Nee, je hebt het dus niet. Crap. Oké. Okay. Drop off my inventory. Ja, oké. Okay, nou ben je helemaal leeg. Ja, oké. Okay, Narco seat. Daar gaan we. Kom. Narco seat. Dankjewel. Oké, okay, 2 seats genoeg. Want ik wil 3 plots met natuurlijk de dingen die je nodig hebt voor Kibble. Longgrass, Citronel en Rock Carrot. En eentje... Of de twee andere met Narco Berries. Dat is ook Narco Berries groeien. Dus jij... bent not seeded. Maar dat gaat nu gebeuren. Oké. Okay. Kan dat gaan? Oké. Okay. Ik gooi alvast in... Nee, wacht even kijken. Jij krijgt de Rock Carrot. Ik kom meteen al een fertilizer. Ja, dan krijg jij... Krijgt de... de Citronel. Nee. Goddammit, ik klik op verkeerde knopjes. Ik had blijkbaar Narco seeds. Ah, dat ga ik altijd missen. Dat ga ik altijd missen. Kom op. En jij krijgt... die. Kom, ja, goede knop. Goed zo. Rocket, seedling, seedling. Het is een seedling, dat betekent... Ik pak steen op. Are you kidding me? Jij krijgt eentje hiervan. En je kunt me 1 seed geven, dus. Ik druk op de knop. Please, game. Reageer. Oké, okay, perfect. Nu gaan wij even naar onze poeper. Nou, ga eerst naar onze trike, want ik wil even... Of in die zakje. Ja. Laat ik even alle witte besjes pakken. Hoe heet die dingen? Stimberries. Ja, die stimberries, die stimberries. Stim en stim. Oké. Okay. Maar die gaan we even allemaal aan onze mooie poeper geven. Ik weet niet waar de poeper is. Die zit waarschijnlijk ergens aan de voorkant van het huis, of niet? Waarschijnlijk wel. Oh, poeper, 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 poeper. Poeper, hier is poeper. Aha. Je hebt al gepoept? Heel mooi. Ik heb een heleboel besjes voor jou. Kijk. Die mag ik behouden. Dan heb je nog wat te eten. Oké, nou. Ga maar lekker poepen. Poep zoveel. Poep als je kunt. Kom op. Poep. Oh my god, de hoeveelheid poep is niet te geloven. En 3, 2, 1. Dat is wel genoeg, denk ik nu. Oh my god. De poep is niet te geloven. De poep ligt zelfs hier. Oh my god. Echt. Jij kan echt veel poepen. Jij kan echt veel poepen. En die poep mag je houden. Oh, lek. Lek. Kan ik die poep hebben? Oh, je houdt de poep maar. Zo, dat mag je poep houden. Oké, okay, we gaan naar de Dung Beetles. En dan gaan we deze aflevering afsluiten, want dat duurt eigenlijk al te lang. Ik heb honger. Hey, Dung Beetle. Hoe zit het met je fertilizer? Oeh, je bent lekker bezig. We geven je wat weight. En dan gaan we naar de poep. En hoeveel poep kun jij dragen? Van deze poep. 4. Oké, niet slecht. En jij, de mooie goudkleurige Dung Beetle. Holy crap, man. Jij maakt veel fertilizer. Ik geef ook weight. Dan heb je wat meer poep. Dus alle poep die je kan dragen. Oeh, je kan er 5. Jij bent de beste tot nu toe. En jij. Holy crap. Dat is veel fertilizer. Onze planten gaan gauw groeien. En ik heb maar 1 poep voor jou. Oh, poeper. Ik heb meer poep nodig. Ik heb meer poep nodig. Oh, ik ga even de fertilizer erin droppen. Want volgens mij is dat spul aan de zwaar. Oké. Ze krijgen allemaal... Hoeveel fertilizer ze krijgen? Ik denk 4 stuks. 2, 4. Gewoon deze 3 zijn het belangrijkste. Narco berries hoeven niet veel voor de lijst van mij. 2, 3, 4. En jij.
1, 2, 3, 4. 4. En hoeveel hebben we er nog over? Oké, denk ik, jullie krijgen allebei 2. En 1 en 2. Oké, prima. Kijk, je kunt ook zien de fertilizer. Je kunt ook zien dat het een heel hoog getal is. Dat betekent dat het extra goed gaat. Dus ja, we gaan de volgende aflevering weer verder weer terugkomen kijken hoe het er aan toe gaat. We gaan even terug naar Poeper, want in het dunkbeeld heeft nog niet genoeg poep. Dus Poeper, je moet meer gaan poepen. Ah, hij heeft al gepoept. Maar ik heb nog een paar meer poep nodig dus. Dat is genoeg. Dat is wel raar dat de poep op elkaar stapt. Nee, ik wil het poepen. Ik wil niet bij zijn inventory. Please. Nee! Oké. Please, alsjeblieft, dat niet zo vervelend. Oké, en... Hup. Oh nee, ik wil hier niet in gaan. Ik wou naar de Dunk Beetles. Volgens mij had jij geen poep of wel? Nee. Kijk eens aan. 3 poep voor jou. Kijk eens aan. Even jullie alweer. Ze hebben zo'n grote ruimte, ze komen vast te zitten achter elkaar. Kijk. Veel plezier met de poep. Kijk, jullie hebben een hele mooie ruimte. Jullie kunnen doen wat laten wat jullie willen. Jullie kunnen een house party houden als jullie dat willen. Veel plezier. En ja, kijk. Je hebt zo'n allemaal seedlings. Ja. Nice. Dus dit is het einde van deze aflevering van Ark Survival Evolved. We zijn al heel lang bezig. Dus ik ga hier de aflevering afsluiten. Voor de aflevering leuk, laat er natuurlijk een like achter. Abonneer als je nieuw bent en hopelijk zie ik jullie dan allemaal terug in de volgende aflevering van Ark Survival Evolved.